Voordat ik daaraan begin, nog even zeggen. Het is nu 7:15. Mocht u op punt staan om naar werk te gaan of naar school of wat dan ook. Op teletext, op internet en op Twitter alle uitslagen te vinden. We gaan naar Roosendaal. Leuk stad. Partij van de Arbeid. Eens even kijken, eerst de opkomst. Nee, we gaan meteen naar de partijen. Partij van de Arbeid wordt daar gehalveerd. De Roosendaalse lijst wint een zetel. De VVD, sorry, ik druk door, dat is niet de bedoeling. De VVD, ben ik even kwijt. Nou, Roosendaal doen we zo meteen nog wel eventjes. We gaan naar Steenbergen. Steenbergen heeft de afgelopen 7 jaar eigenlijk al een bestuurscrisis. Dat gaat dan met name over de megakassen die er al dan niet moeten komen. Laten we eens even gaan kijken of dat gevolgen heeft gehad voor het stemmen. Steenbergen Anders, plaatselijke partij, verliest de helft van haar zetels. Partij van de Arbeid gaat van 4 naar 1. Het CDA wint een zeteltje. VVD gaat van 3 naar 4. De gemeentebelangen van 3 naar 4. D66 van 2 naar 3. En nieuw in de Steenbergse Raad de partij Door. Met 1 zetel. Dan gaan we naar Drimmelen. Wij hebben de afgelopen weken Harry Bakker gevolgd van de lijst Harry Bakker. Ja, laten we eens even gaan kijken hoe de verkiezingen voor hem verlopen zijn. Hij was de grootste partij. De lijst Harry Bakker blijft ook de grootste, maar verliest wel een zetel. En de combinatie Algemeen Belang houdt de 4 zetels die ze had. Partij van de Arbeid gaat van 3 naar 2, CDA gaat van 3 naar 2, VVD gaat van 2 naar 4. Groen Drimmelen houdt de 2 zetels die ze had. En GroenLinks komt nieuw in de raad in Drimmelen met 1 zetel. En dan Bergen op Zoom. Roosendaal. Ja, ik moet wel lezen wat er staat natuurlijk. We gaan nog even opnieuw proberen met... De partijen zoals die het nu uitzien in Roosendaal, Partij van de Arbeid, dus gehalveerd van 8 naar 4. De Roosendaalse lijst, grootste partij, 9 zetels. VVD, ook grootste partij met 9 zetels, allebei winst. CDA verliest een zetel. De SP blijft gelijk. GroenLinks wint een zetel. En de Nieuwe Democraten, dat is een afsplitsing van D66, komt, zeg je dan, nieuw in Roosendaal in de raad met 3 zetels. Nou, en dan gaan we naar Bergen op Zoom. De lijst, de opkomst in Bergen op Zoom is, zoals ook in andere steden, lager dan 4 jaar geleden. We zien het, bijna 5%. De lijst Linzen. Er staan hier dat hij in 2006 7 zetels had. Maar wat is er nou aan de hand? Bij de lijst Linzen zijn de afgelopen 4 jaar een aantal mensen bijgekomen. Dus voor vandaag had de lijst Linzen 11 zetels. En als je dan kijkt naar het resultaat... Dan lijkt het of dat de lijst Linzen 1 zetel verliest, maar eigenlijk verliezen ze er dus 5. Nou, daar gaat Erik Peters in Bergen op Zoom het vast over hebben. Partij van de Arbeid gaat van 7 naar 5. Gemeentebelangen WP gaat van 4 naar 6, wint dus. Het CDA verliest een zetel, de VVD wint een zetel, de SP verliest een zetel, GroenLinks wint een zetel en de partij Vonk komt niet in de raad in Bergen op Zoom. D66 wel, met 3 zetels. De ChristenUnie niet. En BSD komt ook nieuw in de raad in Bergen op Zoom met 2 zetels.